Welkom bij Bentley Knokke TV. Ik ben Stef en net als de vorige keer neem ik je heel graag mee in de wereld van lifestyle en luxury. Vandaag hebben we afgesproken met het gerenommeerde bloemenhuis Daniel Ost. Ik heb een afspraak met Nele Ost, die als creatief directeur de dagelijkse leiding onder haar hoede heeft. We zullen even zien wat ze ons meer kan vertellen over dit fantastische huis. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Dag Nele. Dag Stef. Daarnet stond ik even voor de etalage. En ik zag enkel maar mensen met blij gezichten binnen en buiten gaan, dus dat is fantastisch. Als ik dan binnenkom en ik zie de creativiteit die hier ten berge wordt tentoongesteld, dankjewel. Ja, kan ik alleen maar zeggen, fantastisch. Maar waar haal je die inspiratie vandaan? Ja, dat komt uit vele zaken. Uiteraard in de eerste plaats onze bloemen. Wij werken een beetje gelijk een chef in zijn restaurant ook. Wij krijgen onze producten en het is eigenlijk van daaruit dat wij gaan creëren. Dus de manier waarop bepaalt heel veel. Inspiratie komt ook voornamelijk uit de seizoenen, de locatie waar we werken. Dat is heel uitgebreid. Dat kan zijn een prachtig museum in het buitenland. Het is ook heel afwisselend. Dat maakt het enorm leuk. Jullie spreken net van het buitenland. Jullie zijn actief in het buitenland. Jullie hebben diverse vestigingen. Waarom Knokke? Want als ik het goed voor heb, is dit de laatste vestiging die erbij is gekomen? Ja, klopt inderdaad. Dus we zijn hier nu een tweetal jaar gevestigd. En we zijn eigenlijk gestart vanuit een pop-up om een beetje te zien hoe dat zou zijn. Omdat we hier wel al een zeer vast cliënteel hadden. En dat we hen ook graag op een betere manier nog wilden kunnen bedienen. Die pop-up is heel geslaagd geweest. We zijn aan een pand gaan zoeken en dan zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen. Oké. Okay. Als titel hebben jullie op jullie konto staan hofleverancier. Ja. Is niet iedereen gegeven, proficiat daarvoor. Dank je wel. Zijn er bepaalde verwezenlijkingen dat jullie heel graag nog zouden willen toevoegen naar de toekomst toe? Ja, uiteraard enorm veel, maar ik denk dat is zowel in binnen- als buitenland. Dat gaat van decoraties naar tuinen. Maar het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar de sky is the limit. Oké. Okay. Dankjewel dat ik hier vandaag mocht aanwezig zijn, dat je me wat meer toelichting hebt kunnen geven. Met lege handen hier weggaan. Gaan we u niet laten doen. Maar zou ik ook zelf niet doen. Ik denk, laten we eens even kijken. Wat dat fantastisch. Okay. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you.